En hebben we net Nick gehad als de buschauffeur. Maar ik reed laatst in het dorp. En ik moest remmen, ik moest maar remmen. Toen reed er een tractor voor mij. En die tractor was toevallig van boer Gerda. Ik wil nog een heel groot applaus voor boer Gerda. Boerin, sorry. Waar zijn die handen? Hallo boertjes en boerinnetjes. Ik ben Gerda, niet Gerda de koe, maar gewoon Gerda, met obesitas. En met obesitas leven is zwaar. Ook leef ik in Hollywood, bij die boerderij bij de Pennendijk. De politiek wil een verbod op boerkaas, maar ik leef van mijn boerenkaas. Ze zien elkaar aan het zeiken over dat stikstof, maar ik stik hier zelf in de stallen van dat stof. Vandaag kwam ik ook Yvonne Jaspers tegen bij de kruidvat. Van boer zoek vrouw. Maar ik heb nog geen man, maar wel een tinderboerderij. Dus ik ging maar weer terug naar de boerderij om wat verkens mee te pakken. Want ik was het nog steeds niet mee eens met dat stikstof. Ging naar het gemeentehuis in Breda. En voor ik de verkens daar losliet, gaf ik ze een nummer. 1, 2, 3 en 5. De ambtenaren waren nog heel de middag bezig om naar 4 te zoeken. Ja, nou dat ging ik maar de verkens verplaatsen, hè, met een spektakel. Mijn man had zo'n grote pot boerenkool. Volgende dag zo'n grote pot boerenkool. Ging 3 weken zo goed, maar toen zag ik weer op tafel staan. En ik smijtte naar buiten, want ik werd zo boos. Stoel erachteraan. Mevrouw zei, mijn man zei, wat doet jij nou? Ik zei, ik dacht wel dat de pute ging eten. Na dat eten ging, stapte ik in mijn nieuwe BMW. En dat bedoel ik mee boerenmestwagen. Ja, mijn koe was tochtig. En ik haalde de stier erbij. Na een hoop gedonder stond die stier achter die koe. Maar de koe ging liggen. Dus ik dacht, ik verplaats ze naar de weiland, daar hebben ze iets meer ruimte. Nou, weer, hoop getonder, die stier zat achter die koe. Ging die koe weer liggen, kwam er een man voorbij, die zei, komt die koe uit Overijssel? Ik zei, ja, hoe weet u dat? Zei die, daar komt mijn vrouw ook vandaan. Ik heb gehoord van een vriendin dat Addy alleen op vakantie ging. En zegt tegen Bas, alleen als er iets ergs gebeurt mag je hem bellen. Na een week belt Bas, zegt Addy, wat is er? Ja, de steel van de schop is gebroken toen ik de hond aan het begraven was. En hoe komt die hond dood, zei Addy? Ja, door de brandende schuur. Toen zei Addy, hoe komt die schuur in brand? Bas zei, door de vonken van het huis. Toen zei Addy weer, en mijn man dan? Ja, die is met de Noek op vakantie. Vorige week liep ik ook naar de Appie Heijn met 3 maten. Ik zei zo, een kip die legt een ei, doet in een doosje en stapelt ze op. Zegt de andere, ik heb een koe die melkt zijn eigen, doet het in zo'n kan en zet het aan de kant van de weg. Zegt de ene, de laatste, ik heb de beste, echt de beste. Ik heb een varken die doet het huishouden en daar ben ik nog mee getrouwd ook. Nou, ik heb niet zoveel tijd, want moet de verkens nog in die modder gooien. Dus straks weer zo'n grote pot boerenkool. Dus houdoe en alle af. Nou, Gerda, goed gedaan, Meske. Oh, die ben ik vergeten. Ik ben benieuwd wat de jury ervan vond.
Ja, je hoort natuurlijk niet heel veel kinderen praten over de politiek, maar de politiek hou je er heel goed bij met hele goede woordgrappen. En dialect natuurlijk geweldig hoe je dat naar voren haalt. Heel goed gedaan. Dankjewel. Ja, ik vond het ontzettend leuk, boerin Gerda, hoe je opkwam al. Maar ook zeker die grappen van jou. Die obesitas was ook super. Knap gedaan. Nou, dank u wel. Geef haar nog een groot applaus, boerin Gerda. Ik heb